Janus is begonnen met het naar boven sjouwen in 1954 van wasmachines. En die verhuurden die dan aan mensen. Dan konden ze een middag wassen voor 1 gulden 25. En in 1970 is Janus echt gegroeid. En in 1985 is hij echt een soort van, ja, bijna een witgoedmagnaat geworden. Die volledig onder de plak bij zijn vrouw zit. En ja, het is tijd geworden om afscheid te nemen van de zaak. En hij wil daar de hele familie in laten delen in die opbrengst. En zover zijn we nu. Janus kon groot denken. Janus, die, dat zegt Christen ook, mijn zwager in het stuk, die noemt Janus een visionair met een grote geest. En Janus is heel boerenslim en heeft daardoor die zaken opgezet en iedereen aan het werk gezet in het familiebedrijf. Is uitgegroeid van dat naar boven sjouwen van die wasmachines tot een, ja, bedrijf met een aantal grote zaken. En daar is iedereen werkzaam. Hij was stapelgek op Toos en is stapelgek op Toos. Maar ja, Toos is ook weer stapelgek op Henk. Dus dat maakt het niet eenvoudig. Maar Janus heeft een groot hart. Dus dat is moeizaam. Het verhaal van Janus is een beetje, hij was, Toos was eigenlijk de vriendin van de broer van Janus. Maar de broer van Janus die is opgepakt door de politie in Indonesië. Moest daar blijven. En toen is Janus met Toos er vandoor gegaan. En 15 jaar later kwam Henk terug. Ja, en Toos die werd toch weer verliefd op Henk. En dat is, haar leven lang wordt ze verscheurd tussen die twee mannen. Ja. Dat is een heel groot pijnpunt voor Janus. Zijn zoon heet Kleine Janus. En Kleine Janus heeft nooit Grote Janus op willen volgen. En dat is een diepe teleurstelling voor Janus. En Kleine Janus pleegde op een gegeven moment zelfmoord. En dat is eigenlijk een hoofdstuk wat Janus helemaal verdrinkt en wegstopt. En hij wil ook niet dat daarover gesproken wordt. Het is een gigantisch pijnpunt. En het is altijd moeizaam geweest met zijn zoon. Ik denk dat Janus echt het beste met zichzelf voor heeft. Of ja, nou, dit is precies wat. Deze verspreking is zo heel goed. Het beste met zichzelf voor, maar ook met de familie. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de familie. En wil het goed doen voor iedereen. Dus Janus heeft eigenlijk een heel groot hart. Maar de buitenwereld kan best wel zeggen van het is een klootzak. Want ja, hij is wel hard. Van de week kwam Maria aanzetten met een documentaire over Gerrit en Toos van der Valk. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. Die zijn natuurlijk veel groter geworden, maar Gerrit van der Valk, ja, een hoop mensen die zeggen, die man die was hartstikke fout. En ik weet ook niet wat er allemaal gebeurd is met de belastingoplichten, noem maar op. Maar die man die heeft dat met hele simpele, die heeft een hele eenvoudige visie, maar die heel erg werkt voor hem en voor dat bedrijf. En zo denkt Janus ook. En dat is hartstikke leuk voor een acteur om te spelen.